Och, die moeder denkt dat ik een kale kop had. Of dat, nee, dat was echt... En een jonge meisje is al zielig als ja. Dit had natuurlijk niet gehoeven, dit had nooit gemogen. Kinderen van 15 en 16 kaal knippen, nooit. Het is vroeg in de ochtend, 17 april 1945, als de eerste Canadezen Kampen komen binnenrijden. Na 5 jaren van onderdrukking en vervolging is nu ook eindelijk de laatste stad in Overijssel bevrijd. Het is een waar volksfeest in Kampen, maar ook Bijltjesdag. Want wie fout zit, mag zijn straf niet ontlopen. Annie ligt die ochtend nog te slapen. Ze is dan 13 jaar. Haar moeder maakt haar wakker en vertelt haar dat Kampen is bevrijd. We zijn bevrijd, we zijn bevrijd. Mijn moeder helemaal, wij naast het huis. Daar stond een volk, want de burgemeester zo, die was ondergedoken. Daar was het wachtnoep. Dus dat, en het was hossen en springen. En toen kwam de Canadezen met die voertuigen, mochten wij mee. Dus dat was feest. Ik kreeg een reepje chocola en dan jongens aan de arm, hè. De ontlading in Kampen is ongekend. Niet alleen de feestvreugde barst overal los, maar ook de volkswoede. Kampenaar en amateurhistoricus Laurens Hoijsma onderzocht wat er allemaal gebeurde op en vlak na die 17e april in Kampen. Met name natuurlijk de eerste dag al dat de binnenlandse strijdkrachten, die hadden een lijst met NSB'ers. Die NSB'ers hebben ze opgehaald en afgeleverd bij het Van Huts kazerne. Een van die mensen die dat gedaan heeft, die zei, ik draaide me om en ik zie achter me dat NSB'ers met gummiknuppels in elkaar worden geslagen. Hij zei, maar hier hebben we niet voor gevochten, hier strijden we niet voor. Op deze manier zijn we net zo erg als de Duitsers zelf. Die sloegen hun gevangenen ook. Dus die man is eruit gestapt. Maar de volkswoede richt zich niet alleen op NSB'ers en andere landverraders. Ook op vrouwen die tijdens de oorlog een relatie hadden met deze landverraders. De moffenmeiden. Direct op de eerste dag al, 17 april, vrouwen van huis zijn opgehaald met een kar. En dat ze her en der geknipt zijn. Onder andere hier op de Nieuwe Markt, maar ook op de Van Heutsplein. Dus dat verhaal ging direct al ten ronde. Er was één verhaal van een vrouw die sprong uit het raam. Die werd opgehaald door de binnenlandse strijdkrachten om geknipt te worden. Toen sprong ze uit het raam, brak haar benen geloof ik. En ze werd dus niet meer geknipt. Ze had wel gebroken benen. Meisjes en vrouwen die voor een boze menigte worden kaal geknipt. Het gebeurt veel in steden, direct na de bevrijding. Toch gaat Kampen hierin nog een stap verder. Door de afrekening een officieel tintje te geven. Er wordt namelijk een onafhankelijke commissie ingesteld die mag besluiten wie er straf verdient. Inwoners van Kampen worden zelfs opgeroepen om alle verdachte gevallen te melden. Het officiële formulier hiervoor is verkrijgbaar op het politiebureau. Ik las het in Strijd uit Nederland af te halen bij het politiebureau voor 10 cent. Zo'n formulier om iemand aan te geven. Blijkbaar wilden ze het heel graag, want het regende aanklachten. Het regende aanklachten tegen mensen waar men vond, die was fout, die was fout, die was fout, die was van de NSB, die ging met Duitsers om, die had zus. Dus blijkbaar was de motivatie hoog om dat te doen. De commissie die de aangiftes moet beoordelen bestaat uit 3 vooraanstaande kampenaren die zich in de oorlog flink tegen de Duitsers hebben verzet. Het opvallendste lid is dokter Kolf, de later wereldberoemde uitvinder van de kunstnier. Hij was politiecommissaris van de Drift, de later wereldberoemde internist dokter Kolf en het hoofd van de politieke opsporingsdienst, Jo Oudshoorn. Die 3 mannen zaten in de commissie en die 3 mannen hebben ook 70... in ieder geval 70 vrouwen voor de commissie gedaagd om te bezien of ze inderdaad zich schuldig hadden gemaakt met een intieme relatie met Duitsers. 2 weken later, waarschijnlijk op 5 mei 1945, worden de vonnissen geveld. Laurens Hoijsma heeft zich verdiept in het werk van de commissie en dook daarvoor de archieven in. Een aantal vonnissen van de commissie wist hij boven water te krijgen. Dan zeggen ze, die meid deugt niet, liegt en bekent niet. Omgang met moffen staat wel vast. Voor de commissie onhebbelijk. En dan iets heel merkwaardigs. Zij maakt ten onrechte een fatsoenlijke indruk. Dus het was ook nog zo dat je dus, hoe je dan overkwam op die 3 mannen, of je dan wel of niet kaal geknipt werd. En zo gaat het maar constant door.
Er zijn niet veel plekken in het land waar het kaalscheren van moffenmeisjes door het stadsbestuur wordt georganiseerd. De commissie heeft veel informatie vastgelegd over deze kaalgeschoren meisjes. Maar die zijn vanwege de wet op privacy niet beschikbaar. Ze liggen veilig opgeborgen in het stadsarchief van Kampen. Omdat Kampenaar Laurens Hoijsma toch precies wil weten hoe de commissie destijds te werk ging, is hij op zoek gegaan naar ooggetuigen. Dus ze werden naar binnen gebracht? Ja. Dat hebben jullie helemaal gezien, dat ze naar binnen werden gebracht. Maar ook dat ze eruit, dus ze zijn op die... Ja, maar dat was heel zielig. Maar ze zijn dus geknipt? Ja, in elkaar. Binnen? Ze zijn binnen geknipt en dan kwamen ze eruit. En dan gingen wij met de meute erachteraan. Dat was heel erg hoor. Ik zou het nog niet meer doen. En dan ging je erop spugen. Ook nog? Onze kind zei, mam, dat je dat had kunnen doen. Ik zou het nog niet meer kunnen doen. Hier, op de Nieuwe Markt, ziet de jonge Annie de meisjes naar buiten komen. Vanuit de kelder van het politiebureau. Wat zich dan hier binnen heeft afgespeeld, hoort Laurens van een andere ooggetuige. Ik was met mijn vader op het politiebureau. En toen zag ik op de binnenplaats van het politiebureau, hier dus, dat er een meisje werd kaalgeknipt en ik kende dat meisje. Want ik zat bij haar zusje in de klas. Maar ze vond het vreselijk om te zien. Vooral de gekrijs hier op die binnenplaats van het meisje dat ze kende. Daar werden die meisjes ingebracht met schitterend haar en die kwamen de kaal weer uit. Maar dat was een heel zielig gezicht hoor. En die meisjes die huilden natuurlijk, dat kunnen we leggen. En dan waren wij zo ontdurend, dan gingen wij zingen. En die meid die heeft een kale kop, links, rechts, toelala. En die meid die heeft een kale kop, hola die. En dan gingen we erop spuren. Maar je ging met de meute mee. Je wist niet beter, het was feest, het waren rotmeiden. Je ging met Duitsers waren gemeenes. En dan ging je mee naar die, helemaal wegbrengen naar Zuid, naar die ouders. En dan zag je die vader de deur los doen. Om zijn dochter in te laten. Ja, dat. Ik zou het nou, als ik nou hoor, ik zou het niet meer doen. Ik vind het erg. De commissie behandelt het vermeende wangedrag van zeker 70 vrouwen en meisjes. Ongeveer de helft wordt vrijgesproken. 15 van hen krijgen de zwaarste straf. De schaar. Anderen krijgen een uitgaansverbod en moeten 1 of 2 maanden verplicht een rode lap dragen. Nou, ik kon wel zeggen, wel een Jodenster, zoiets. Het is gewoon vuurrood, of donkerrood meer. En die moest aan de linkerkant van de borst. Ik denk, met de speld, dat weet ik dus niet. De trellenbellen van Kampen zijn gestraft, meldt de plaatselijke verzetskrant Strijdend Nederland op maandag 7 mei. Ze zijn objectief beoordeeld en er is recht gedaan, vindt de krant. Maar aan dit proces en de straffen is helemaal niks rechtvaardig. De oudste was 34 en de jongste, ja, hoe schrijnend kan het zijn, 15. En dat vond ik eigenlijk wel het ergste om te lezen, dat meisjes van 15 zijn kaalgeknipt. Dat volwassen mannen tot zo'n conclusie kunnen komen, als je ziet wie er dan vrijgesproken worden, wat je er verder allemaal van vindt. Dit had natuurlijk niet gehoeven, dit had nooit gemogen, kinderen van 15 en 16 kaalknippen, nooit. Ik moet denken dat ik een kale kop had. Of dat, nee, dat was echt wel. En een jonge meisje is al zielig als ja. Mocht dat eigenlijk wel? Zou dat wel gemocht hebben? Maar die meisjes waren verliefd aan jonge jongens. Dat kun je toch niet kwalijk. Ja, maar het werd erin geprent. Duitsers, dat was rotvolk. Ik denk dat nergens in het wetboek van strafrecht staan heeft van gij zult geen intieme relatie met een Duitser hebben. Dus het was inderdaad helemaal nergens op gebaseerd. Het was meer van wraak. Puur alleen wraak. Geef het volk brood om spelen. Daar kwam het op neer. Na de oorlog gaat het leven verder in Kampen. Al gauw wordt er niet meer gesproken over de kale moffenmeiden en hoe ze op commando van 3 hooggeplaatste heren te kijk werden gezet. De vrouwen die toen zijn kaalgeknipt, zijn zover bekend niet meer in leven. Maar hun verhaal mag niet vergeten worden. Hier zie je dus hoe goeden ook tot hele foute dingen kunnen komen. Hoe je dus als goede Nederlander ook volledig door het lint kunt gaan. Dat moet absoluut verteld worden. Ook als eerbetoon aan alle tijdgenoten van toen. Die erbij hebben gestaan als degene die zijn geknipt. Op een of andere manier was men allemaal slachtoffer. Ik hoop dat er nooit zo'n oorlog meer komt. Ja.
Hé jongens, dat is geen doel, hè? Weet je wat het is? Nee. Het is een monument. Toen ik net zo oud was als jullie, toen gebruikte ik dat ook als doel. En toen ik het monument raakte, kwam er een hele boze buurman, die woonde daar. Die kwam naar mij toe, die pakte me bij mijn oren, gaf mij een schop om mijn hol. En toen moest ik aan mijn oma gaan vragen wat er nou gebeurd was. En weet je wat er gebeurd is? Er viel een bom van een Engelse piloot en die viel hier op het pleintje in 1945. Dat was heel... Und von jetzt an wird Bombe mit Bombe verfolgen.